Motie vreemd aan de orde, roze zaterdag van de VVD en anderen. Mevrouw van Nieuw-Amerongen heeft het woord. Dank u, voorzitter. Op 9 februari vorig jaar dienden een groot aantal partijen gezamenlijk een agenda-initiatief in om roze zaterdag in 2023 in te gaan voeren en in ieder geval aan te gaan vragen. Toen was de conclusie uiteindelijk, nou, het komt nu nog net iets te vroeg, 2024 zou een mooie jaartal zijn, ook vanwege de 100 jaar na de moord op Jacob Israël de Haan, zodat we dat cultureel nog iets meer kunnen, aan elkaar kunnen linken. En als ik hier zo rondkijk, dan snap ik dat we publieke tribune nou niet kunnen gebruiken voor publiek. Maar ik weet wel dat er hier heel veel mensen vanavond aanwezig hadden willen zijn, nu eindelijk deze motie dan wel weer besproken wordt. Het waren Zaankanters die er hadden willen zitten om zo op die manier hun steun voor deze motie uit te willen tonen, eigenlijk uit te willen spreken. En aangezien ze er nu niet bij kunnen zijn, ga ik ze wel noemen. Hugo, die jarenlang getrouwd was, maar ondertussen met zichzelf worstelde, omdat hij eigenlijk homo is, maar er nooit voor durfde uit te komen. Mohammed en Fatih, twee mannen die u graag hadden willen vragen om middels Roze Zaterdag het onderwerp LHBTI veel duidelijker en zichtbaarder te maken, waardoor anderen weten dat zij niet de enige zijn en je in Zaanstad hand in hand over straat mag lopen zonder belaagd te worden. Els en Claire, twee jonge meiden die elkaar van school kennen en nu stiekem een relatie hebben. Zij zouden graag Roze Zaterdag willen aangrijpen om zelf uit de kast te komen en ook meer voorlichting op scholen te gaan organiseren. Maar ook Rob, Roze Zaterdag trekt niet alleen Zaankanters aan, maar ook mensen van buiten onze stad die graag gebruik maken van de horeca en culturele voorzieningen en daar ook flink voor willen betalen. Inkomsten die hard nodig zijn voor de horeca en culturele sector. Deze Zaankanters zitten hier nu niet, maar die kijken wel mee. Voor het eerst, ze hebben met z'n allen aangegeven, voor het eerst kijken wij mee. We vinden dit belangrijk en we willen hier graag wat van vinden. En ja, we vragen hier om geld. Maar het levert zoveel meer op, zowel in financiële zin, maar vooral ook in humane zin. Meer aandacht, erkenning en acceptatie voor LHBTI. Namens Hugo, Mohammed, Fatih, Els, Claire en Rob. Onze LHBTI-collega's hier in de Raad. Onze ambtenaren en vooral ook al die andere Zaankanters. Laat zien dat u deze mensen niet alleen met woorden of teksten in verkiezingsprogramma's accepteert. Maar stem voor deze motie. En laat zien dat u hen ook in de praktijk accepteert als mens. En dit samen met hen wil gaan vieren op Roze Zaterdag in 2024. Namens hen ook, dank u wel.